toegegeven, van deze aanblik slaat je hart niet op hol. Maar kijk toch eens wat een lievertjes het geworden zijn. De aaibaarheidsfactor van het halverwege deze maand geboren leeuwtje scoort ook hoog. Maar wis onze Flori niet uit. Piepklein is dit bergnijlpaardje dat de verzamelde pers liet wachten voordat ze naar buiten kwam. Onze vorige week geboren diva loopt nog wat wankel, maar steelt de show. De verzorger heeft zijn roze bril thuis gelaten. Voortplanting is natuurlijk een van onze onderdelen die belangrijk is. En als het dan weer lukt en het jong doet het goed, dan is dat, zijn dat de krenten in de pap, zeg maar. Dwergnijlpaarden zijn geen zwemmers. Het waterbassin is geleegd. Moeder Janneke en de kleine Flori worden nat gehouden door sproeiers. Een glibberige aanblik. We zijn nauwelijks vast te houden, want ze zijn helemaal glibberig. En ze, als je ze beet gaat pakken, dan scheiden ze ook een soort schuim af uit je huid. En dan worden ze nog glad. Het is net een stuk zeep wat je in je handen hebt. Dus echt knuffelen, dat gaat niet. Voor Flori bestaat de wereld uit mama Janneke, andijvie en peentjes. De directeur van Diergaarde Blijdorp wordt geconfronteerd met de harde werkelijkheid. Een aangekondigde bezuiniging van 1 miljoen euro op de bijna 5 miljoen die Blijdorp nu ontvangt. We hebben 80.000 kinderen per jaar die hier voor een appel en een ei naar binnen mogen en les krijgen van onze docenten die we hier in Diergaarde Blijdorp in dienst hebben. Wij zijn laagdrempelig qua entreeprijzen. We horen tot de lagere entreeprijzen voor dierentuinen. Wij laten mensen die minimum inkomen hebben, mogen hier met flinke kortingen naar binnen. Wij organiseren een nieuwjaarsreceptie voor de deelgemeente Noord, waarmee mensen gratis naar binnen kunnen. Wij vieren onze verjaardag, waar mensen voor een heel laag tarief Diergaarde Blijdorp kunnen bezoeken. Ja, al dat soort dingen zullen wij heel kritisch onder de loep moeten gaan nemen. En onze Flori, ja, die heeft wel wat anders aan haar hoofd, hoor.